Leeuwarders kunnen vanaf deze week Friese streekproducten bestellen via internet. De streekboer opent op 3 oktober een afhaalpunt in de Blokhuispoort. Deelnemers aan het concept kunnen hun bestelde voedingsproducten op die dag afhalen tijdens een gezellige markt op het binnenplein voor Café De Bak. De streekboer die gaat op tournee. Ja, klopt. We gaan een volgende stap zetten. Ons eerste verzamelpunt in Nieuwe Horne was een succes. Tijd voor Leeuwarden en een volgende stap. Ja. De streekboer. Boeren wonen ook op streken, maar dit is veel omvattender, hè? Ja, klopt. Nou, het gaat wel om de boeren in de streek. En alle boeren rondom Leeuwarden in een straal van 35 kilometer hebben wij proberen we in kaart te brengen. En die kunnen zich aanmelden op ons platform. En ze kunnen hier verkopen aan de mensen in en rondom Leeuwarden via onze website. Want hoe moet ik het zien? De boeren komen met hun producten dan naar zo'n punt? Of halen jullie die op? Ja, wij bellen elke week even met de boeren en vragen we even wat zij op het moment in het assortiment hebben. Ja. Dat staat dan iedere week weer nieuw op de website en dan komen ze hierheen met de bestellingen en dan kunnen mensen ze afhalen. Ja. Ja. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen om hiermee te beginnen? Toch het streekproduct wat meer onder de aandacht te brengen, maar ook dat mensen het makkelijker kunnen aanschaffen zonder dat ze een hele winkel moeten doorzoeken? Ja, dat klopt. Als je nu bij de boeren zou willen bestellen, dan zou je al met al zo'n 60 kilometer moeten rijden. Hè? En dat kost nogal wat tijd en wat brandstof. Dus we zeiden, het lijkt ons handiger om ze allemaal te bundelen in één concept. En dan heb je net als de supermarkt gewoon een mooi aanbod aan producten. En kun je in één keer je hele tas vullen. Ja. Want klanten worden kritischer en het streekproduct dat zit ook wel in de lift volgens mij. Er is veel vraag naar. Ja, klopt. Nou, klanten willen toch inderdaad graag weten waar hun product vandaan komt. En dan kun je allemaal stempeltjes gaan plaatsen. Ja. Maar ja, de boer kan gewoon vertellen van dit is mijn product, zo werk ik. En volgens mij is er niets transparanter dan dat. Ja, door dat ook zo te presenteren, is het voor klanten heel interessant om gewoon toch echt bij de boer te kunnen bestellen. Ja. Want de mensen die langskomen, die kunnen ook de informatie krijgen van de boer. Hoe de producten geteeld worden of hoe ze verwerkt worden, noem maar op. Ja, we hebben van elke boer een pagina, een informatiepagina. Maar daarnaast staan de boeren elke week hier gewoon bij de Blokhuispoort. Ja. En dan kun je natuurlijk alle vragen stellen die je maar wilt. Ja. Het lijkt wel of we een beetje teruggaan in de tijd. Toen we de melkboer ook aan huis hadden, de groenteboer, de slager weet ik niet. Maar veel kwamen aan huis. Nu moeten de mensen het ophalen, maar ook dichtbij. Hoe kan men zien wat er aangeboden wordt? En kan men alles krijgen of moet men eerst bestellen? Ja, aanstaande donderdag kan iedereen bestellen. Dan is de webshop geopend. Dus ik zou zeggen tegen iedereen van bestel nu bij de boeren. En kom het 3 oktober afhalen. En dan is voor de Leeuwarders in een straal om Leeuwarden even naar het Café De Bak hier in de Blokhuispoort. En je bestelling ophalen. Ja, precies. En kun je altijd nog even een bakje koffie halen natuurlijk. Ja.